op het Alfons Diepenbroekhof in Den Haag. Daar zit een filiaal van Pearl Opticiens. En op donderdag 10 april heeft een meneer erg veel interesse in die winkel. Hij loopt meerdere keren langs en hij kijkt naar binnen, tot hij uiteindelijk ook naar binnen gaat. Nou, we zien hem hier bij binnenkomst. Hij is 40 tot 45 jaar oud en heeft een fors postuur. En het meest opvallend, dat is toch wel zijn witte vest met zwarte gekruiste lijnen. Uiteindelijk pakt hij twee zonnebrillen uit een rek en dan gaat hij ermee naar buiten. En eenmaal buiten wordt hij aangesproken door een medewerker. En de man geeft een bril terug en dan gaat hij er vandoor. Maar dan blijkt dat er alsnog een Ray-Ban zonnebril mist. Ja, en die heeft hij gewoon meegenomen. Dus, wie is deze brillendief? Laat het weten via een van de bekende nummers.